Ik moet dat zingen. Ja, nog nooit een gangwachter gezien. Ja, maar niet in zo'n grote gala. Is dat beter gekleed als een generaal, joh? Het ergste is, er zijn twee dingen. Dat kan ik er niet meer op aandoen. Nee, daar zullen de lakijkers op moeten dragen, dat is zeker. Ja, ja. En twee... Dat misbaksel is. Regardez tout ça. Oh, bon Dieu. Ik zou weer wat moeten meemaken, maar beter een korte pijn dan een lange. Voilà. Zij die hun lach niet kunnen inhouden, die mogen hem nu laten vliegen gedurende 30 seconden. Alsjeblieft. Alleen de pet die gaat niet met de rest spelen. Wat het hoofddeksel betreft, we hebben de bedoeling de 1525 klakken die in omloop zijn gebracht op de kortst mogelijke tijd tot op de draad te versluiten. Zo kunnen ze 1525 andere klakken kopen van dit model hier. Regardez. Opstaande rand in ver veronese. Ah bon, dak in asgrijs satijn, gevoerd in soie vieux rose, gepiest lichtgroene korrel, letters in mat verguld. Non, un instant, s'il vous plaît. Nous clown, messieurs, dames. De temps en temps, il a un message triste. Wel ja, meneer Jean de Pesser is vanmorgen heel vroeg een bezoek komen brengen en ik lees... Voor, meneer Percé, vrienden. U zult het niet geloven, maar ik neem een maand vakantie. Non, monsieur. Van hier, non. Ik ben daartoe spijtig genoeg verplicht, omdat onze Eddy zo fel achteruit gaat. Oh. Dat hij veel moeilijke zorgen nodig heeft, die José alleen niet aan kan. En ook omdat de dokter ons verwittigd heeft. Enfin, u begrijpt. Tot later, Jean de Pesse. We staan, meneer Van Hien. Dat is niet zo prettig, hè? Alsjeblieft, meneer de directeur. Ja. Voilà. Erik is er. Je zou beter, hè? Hier, zie. Ja. Zeg, Sylvain, ik weet nou niet dat je het weet of dat je het niet weet. Allee, je zult het nou niet weten, hè, maar ik weet het. Hè. De Jean. Wat de Jean? Wel één volledige maand afwezig. En dan? Ja, maar de volledige maand april. Hè. 21 werkdagen, jongen, ja. Ah, wel, gaat er dan nog een lichtje branden? Ah, wel, als één bediende gedurende één volledige maand afwezig is, mag hij tijdelijk door een tijdelijke bediende vervangen worden. Ja, ik zie niet wat dat de zaak hier zou vooruit helpen, maar voor mij niet gelaten. Ja, maar Gilbert, zeg, wat zou je ervan denken? Als ik nou eens aan meneer Percé ga vragen dat ik die tijdelijke betrekking zou mogen waarnemen. Jij? Ah ja, dat zou het me toch kunnen veroordelen als dat nou overal in de officiële kader zingt. Jonge doks, tijdelijk benoemd tot opsteller. Dat zou me nou toch kunnen veroordelen. Gilbert, die moest veel later. Ja, voor mij niet gelaten, maar ik zou daar per se niet over aanspreken. Direct de directeur-generaal. De directeur-generaal? Als de Vught en per se te weten komen, gaan ze direct met hun eigen kandidaten afkomen. Gekend ze, hè? En verrasten over. Laat ze slapen, jongen. Allee, jullie voorbij steken, zo gezegd. Directeur-generaal. Zeg, Gilbert, bedankt voor de goede ratenmakers, zeg. Bedankt, hè, voor uw avond. Meneer de directeur-generaal, zou het niet alsjeblieft kunnen dat ik eventueel zou kunnen in aanmerking gebracht worden voor... Als ik nu eens mijn klak laat stomen boven de uitwaseming van het koffiemachine, zou ze dan niet rapper uit invallen? Nee, daar rekt hij alleen maar een beetje van uit. Jammer, het is maar dat ik aan de gangwachters van heel administratief Brussel beloofd heb om een moyen te zoeken. Dat die rotkasketten vanuit een tijd van Napoleon in een minimum van tijd uit de circulatie moeten worden genomen. Weet je wat je doet? Pak zit er een dag mee naar huis. Hij loopt er s'avonds mee op een kop. En als je het buis hebt, zet ze op Alice een kop, hè? En laat er de kleine mannen niet eens mee spelen. Ja? Oh ja, en gaat ermee naar bed. Ja. Weet je wat dat ook heel goed is? Een vader.
Wacht. Ik zal het vuil doen. Kom eens hier. Geen zin, jong. Mag ik dat, Franske? Mag ik dat epistel van Jean de Pusser eens van dichtbij bekijken? Want ik vertrouw dat niet erg. Meneer De Vught, uw achterdocht is ongegrond. Jean de Pusser stond hier met de tranen in zijn ogen van verdriet in ellende. Want hij heeft zelfs gezegd, nu kunnen ze voor een maand een tijdelijke benoemen. Het schijnt dat dat reglement is. Aha. Ja? Voor een maand een tijdelijke benoemen. Ja, daar had ik zelf nog niet aan. Meneer De Vught, hij al een kandidaat? Moet ik per se eens over aanspreken? No. Geen slapende honden wakker maken. Directeur-generaal? No, nog erger. Nee, ik zou nog beter... Oh, ja. Ik ken mijn weg, Bacon. Ja. Franske? Oh, die effect. Gilbert, zou ik alsjeblieft eens mogen telefoneren, alsjeblieft? Ja, maar het is maar omdat mijn reis nu juist in deze maand valt, hè. Je verstaat toch mijn twijfels op dat vlak, hè? Ja, nu juist in de paasvakantie, jongen. Ja. Ah ja, zeg, jongen, mag je met Adelbert nu meegaan? Oh, dat zeker, Carolineke. Meneer Gassens heeft dat allemaal geregeld, hè. Oei, oei. Hallo? Ja, dag, juffrouw. Madame. Ja, dat kan natuurlijk ook, ja. Ja, het is om te vragen of dat mijn reis nog naar de maand mei kan overgeplaatst worden. Hoe dat mijn naam is? Ach, jonge dokse. CKX van achter, alsjeblieft. Op welke datum? In de paasvakantie. Allee, vertrek op Goede Vrijdag. Mama, dame, kom aan u dat dat valt. Goede Vrijdag. 2 dagen voor Pasen, hè? Zeg, Gilbert, wat datum is dat nou juist? Goede Vrijdag? Jongen, zeg. 17 april. 17 april, Caroline. Juffrouw, madame. Ja, excuseert, ik was even verdoold met de naam van mijn typisten, hè. Zeg, dat is dat wij zo'n einde zullen er een paar of niks kunnen afdragen. Hallo? Ja, welke de reden is? Persoonlijke reden. Persoonlijke reden? Daar heeft ze niks mee te maken. Daar heeft ze niks mee te maken. Pardon? Dank u. Wat was er? Geliquideerd, ze. De reis vernietigde en alles. Van Loek is er alles gedaan, ze. Is er mee gedaan, ze. Filemon. Ja, ik hoop dat het belangrijk is, hè, Bonaventure. Wat blief? Ik hoop dat het belangrijk is. Zeer, zeer. Weet jij, Jean de Pusser, dat die mag vervangen worden door een tijdelijke? Ja, ik weet dat, verrastenover, maar ik kan toch geen vervanger gaan vragen voor die paar woorden die... Voor die paar woorden en die paar sommetjes die de Pusser daar... Zeg, zo luid moet je het nu ook niet gaan roepen, hè? Als je niet wilt dat iedereen het weet. Wat weet? Dat onze directie zonder werk valt. Oh, ja. Ja. Hebt gij iemand? Of ik hem? Ja. Nee. En jij? Oh, nee. Mira. Kus nu, mijn... Excuseer. Laatste Bonaventure. Ik heb Mira ontmoet op een avond. Ja. Dus om met haar te praten. Hè. En, ja. En ze heeft me verteld, nietwaar, dat ze dus ja, verpleegd is geworden. Maar... 6 maanden. 6! Ja, opgenomen in een instelling. Een psychiatrische instelling. Ja, eerst wat depressief en dan wat piruwiruwar in haar hoofd. Maar nu is er helemaal van genezen. Ja. Ben je zeker? Maar dat is zeker dat ik zeker ben. Ik heb met haar gepraat. En jij zou haar... Wel ja, ik zou haar kunnen... Ze zoekt werk, nietwaar, en om het even wat. En ik zou haar daarvoor een maand, nietwaar. Dat zou een begin kunnen zijn. Hè? Van avontuur, ik doe het. Ik geloof dat jij ook een beetje piruwiruwar bent. Piruwiruwar of niet, ik doe het. Directeur-generaal. Meneer directeur-generaal, daar is haar jonge dokter die wil spreken. Zet het op papier. Daar staat het al op. Het gaat om de vervanging van meneer De Pusser die een maand vakantie heeft genomen. Daar komt niets van. Dat is wettelijk toegelaten. Wacht eens. Ik zie dat meneer de directeur-generaal al welwillend mijn dossier heeft ter hand genomen. Ja, vergist u, jongen. Ik heb helemaal niets welwillend ter hand genomen. Ja, maar ik heb anders een geweldige grondige reden om... Ja, als meneer de directeur-generaal zijn secretaresse... Nee, jongen, zij blijft. Straks weet ze toch alles.
Ja, als ze dan straks toch alles weten. Maar het is maar, meneer directeur-generaal, dat mijn zoon Adelbert, zijn papa, en dat ben ik dan, graag op de maatschappelijke ladder een beetje zou willen zien naar omhoog klimmen. En daarom dacht ik dat er nu een gelegenheid was, al was het voor één maand, maar dat mijn zoon zijn vader toch een beetje zou zien opklimmen. En dat was dan de reden van mijn... Ja, en ik vind dat een heel solvabele reden. Solvabel? Ja, valabel, Chriske. Ah. En wel, mijn beste jongen, luister eens hier. Ik zal hoogstpersoonlijk zorgen voor de vervanging van Jean de Pesser. Ah, dank u wel. En jij zult moeten proberen op een andere manier in de gratie van je zoon te komen. Ja, maar ik kan maar raas naar Loert en alles opgezet. Wegwezen. Ja, maar dan alsjeblieft expliqueren, meneer directeur. Waarom dat ik die raas naar Loert maar direct af... Ja, excuseer, Jan. U zou natuurlijk kunnen zeggen dat ik onaangemeld kom binnenvallen. Ja, het ziet er ook zo naar uit, hè, per se. Ja, maar ik zag hem hier staan en ik dacht bij mezelf... Als de koewachter bij de herenboer in de goeie kamer mag, dan mag de rentmeester dat ook. Ja. Dus om te lachen, Jan. Ja. En voor jou is het ook nee? Ja? Nee. De vervanging van Jean de Pesser, nog eens uw kandidaat. Te. Wat? Mijn kandidaat, te. Ah, ook? Ja. Daar komt helemaal niets van. Pas op, Jan, ik heb nogthans gegronde redenen, nietwaar, om... Als u die twee mensen niet zou willen baten sturen... Daar ze, Chriske, sisse. De secretaresse mag er moet alles weten, meneer, per se. Allee, vooruit dan, hè. Luister, het maasje, ze komt... ze komt uit een instelling. Oei. Dan weet ik alweer dat het is, hè. Mireille Paas! Per se is dat nu nog niet gedaan tussen jou en die Paas. Ja, dat gaat nou maar iets te goed beginnen, ze meneer de directeur-generaal Klerk. Maar verdomme toch, alsjeblieft. Jammer, maar Franske is gevallen, meneer Per se. Je bedankt, meneer de directeur-generaal. Ik heb het begrepen, dank u wel. Proficiat, dank u. Dan zal ik ook maar gaan, zeker. Alsjeblieft. Excuseer hem, meneer Per se, sorry. Ja, luister. Ik luister. Kijk, Jan. Mireille Paas heeft een moeilijke periode achter de rug. En wanneer ze terug aan het werk zou kunnen, dat zou voor... Luister, ze heeft steun nodig. En die steun kraakt ze van mij. Niet omdat ik met haar zou te doen hebben, maar omdat het mijn sociale plicht is haar te helpen. En omdat ik het haar beloofd heb. En niemand zal me in de weg staan. Met een sociaal geval sta ik voor op gelijk wie. Dat denk je maar. Ja, tenzij gij ook een sociaal geval wil uitspelen tegen mij. Wie weet. Ik ga maatregelen. Dat kan ik je niet verbieden. Ga ook, zie ik. Veel succes. Het moet er rap gaan, hè? Heel rap, per se. Luister, Sabrina. Je springt in je wagen. Hoe, je hebt er geen meer? Versleten, geen cent om... neem dan de bus. Spring op de bus. Je neemt een enkel ticket. Ik zal je terugreis wel betalen. Ja, ik weet wel dat je te fier bent om dat van mij aan te nemen. Ja, ik weet ook wat je me allemaal te verwijten hebt en daarom doe ik het. En vergeet je identiteitskaart niet en je diploma van tolk. Het is toch tolk, hè? Ah, nee, speleologie. Ja, tolk, dat was die... Ja, alles is geregeld. Doe nu maar wat ik je zeg. Sabrina... En nu erg haasten in mijn maasje. Ik regel alles. Alles. Ja, ik verwacht u, hè, mijn maasje. Ja. Mijn maasje. Zeg, je weet toch dat je me vroeg? Kun jij mij niet voor een maand aan wat werk helpen of zo? Ja. Om je man te pesten, ja. Juist. Dus je komt? Nogal vlug. Nu, direct. Ja. Solange. Allee, ja, al wel aan dat juffrouw dat de reis dan toch nog doorgaat. Ja, het was te zot wat ik gedaan heb. Maar er was hier voor mij een kans op werkverbetering, hè. Ja, gezien dat er een van mijn collega's één volledige maand verlof genomen had. Maar ja, de grote bazen waren er niet voor te vinden, hè, ja. Ja, maar hoewel dat het reglement zegt, de juffrouw, wanneer er één bediende één volledige maand verlof neemt, dat... Hoe interesseert u niet? Hallo. Verlassen, mannen. Schrijgelt ze. Alles in orde. Hey, het gaat thuis in de Loert. Ja. Alles klaar, alles geregeld. Loert en alles. Allee. De reis.
ja, met een trein, hè, mannen. Ja. Ja. Maar het is dus toch niet dramatisch. Toch. Ja. Allee, Jean, dat je niet veel moed niet meer op hebt. Ah, Jean, hij wil erom toch nog niet zeggen, hm? Ah, nee. Ja. Ja, ja, voor het manneke zelf, ja, dat begrijp ik, ja. Ja. José ziet het optimistischer in. Ja, ze zal wel gelijk hebben, hè, Jean. Moeder voelt dat beter aan, hè. Ah, ja. Met Esmeralda. Ja, ja, goed, goed, heel goed, ja. Voor zover ik daar op afstand kan zien, hè, Jean. Ja, ja, zesde maand, hè. Hm. Allee, Jean, dat goed gaat, hè. Ja. Allee, dat is nu al 20 minuten zodat ik die in de pester probeer te bereiken, hè. Maar die telefoon blijft maar tuten, hè. Oeh, tuten. Al tuut. Ja, dat is waar. Zijn telefoon is afgesloten wegens wanbetaling. Maar ze zijn daar rap mee tegenwoordig, die van mij ook al een maand. Ja, maar van u kunnen we dat geloven, Fanny. Kijk eens hier, hè. Ja. Fanny. Esmeralda? Vanmorgen terug aangesloten. Naar wie wilt je? Naar José van Jean de Pesser. Ja, ja, dat mag, dat moet jij doen, ja. Hm. Zeg maar, op tijd thuis zijn, hè. Hm? Thuis zijn als ik thuis kom, hè. En eten op tafel. En warm eten, of ik eet niet. Oh, Vanieke. Jij moest de mijne zijn. Zeg, wat is dat toch met die telefoon van Jean de Pesser? Ik was met hem in gesprek. De dokter zegt dat de kans kleiner wordt dat Edeke erdoor komt. Allee. Maar José zegt dat hij er al slechter aan toe geweest is en dat hij er zeker weer bovenop komt. Het was te hopen, hè. Ja, luister, dokters kunnen zich ook vergissen, hè. Ja. Zo. Laten we hopen dat José gelijk krijgt. Ja. Hey, Sabrina. Tyrianus. Van Oeike, jij ziet er schitterend uit. En bij u moeten er een paar kilo's af, hè, Vuchtje? Ja. Macrobiotieke, Trieke? Ja, voor ja. Mij is hem goed gelijk dat hem is. Aha, dat had ik moeten weten, hè? Ja, dat is Caroline. Ah, Caroline. Caroline. Gilbert van Hie, klerk, gehuwd met Esmeralda, vader van 1 kind, 2e in de maak. Sabrina van Oeije, ongehuwd, geen kind. Allee, het is te zeggen, nog niet. En dat is directeur per se. Sabrina komt, ja, per se. Sabrina komt Jean de Pesse vervangen voor een maand. Zeg dat nog eens, de Vucht? Neem me niet kwalijk, directeur. Ik heb dat voor mekaar gebracht om u te verrassen. Oh. Hoe heeft u dat nu weer gelapt? Ja, ja. Maar dat pik ik niet. Waarom heb je niet gezegd dat dat niet doorgaat? Alles is geregeld, Jan. Omtrekt je personeel, getekend met datum en al. Dat denkt het senatorszoontje wel. Ja, ja. En hoe heet die griet van hem? Wacht. Nou, ik ben het vergeten, maar het is zo'n moderne wildebras met kleren van voor de oorlog, zonder manieren, zonder dingen, zonder kapsel of wat. Zeg eens per se toch niet een van die feministes? Ja, zeg eens. Die wil een kind zonder getrouwd te zijn, hè? Dan is het de feministe. Ja, heeft ze gezegd. Zeg eens per se. En dat kind, dat komt ze toch niet hier zoeken, zeker? De Vucht, hè? Per se, die vliegt hier buiten. Ja, Jan, daarom ben ik gekomen, hè. Zeg eens, zijn we Salmira Paus daar ook staan, hè? Ja, juist. En Solange. Wie? Solange. Ah, ja, die van u. Ja, die van mij, ja. Luister, Jan, ik moet u ontgoochelen, hè. Het wordt Mira, hè. Niemand anders. Solange. Mira. Ik heb alles geregeld bij dingen, hè. Bij Gazels. En ik ben bij de minister geweest. En ik was het eerst op directie personeel. En ik ben de eerste bij de minister geweest. Waar is de Vucht dan geweest? Ja, dat kan me helemaal niet schelen. Laat hier het kernkabinet en de hele regering achter zich. Solange zal het zijn. Mira. Per se krijg wel de indruk dat hier 2 honden staan te vechten om 1 been, hè? Oh ja, dat van die 3e hond. Ja. Strategisch gezien lijkt het maar het beste dat we die 3e hond maar ineens liquideren. Hè? We gaan naar de directeur personeel. Zo. Eerst de nieuwe staat. Die ik heb opgesteld? Ja. Vergelijken met de oude en aan elkaar pinnen. Nietjesmachine. Paraferen. Hier en daar. En datum erop. Datummachine. Som invullen. Hier en daar. En goedkeuren.
Gelezen en goedgekeurd, machine. Gelezen en goedgekeurd, machine. Vlug, vlug. Zo, nu het overbodige spul eruit halen en vernietigen. Vernietigingsmachine. Zo, operatie geslaagd. Dichtnaaien en... Oeh, is dat alles? Ja, dit overbodige spul hier gaat weer naar het klassement. Ja, ja, hier bij mij, juffrouw Sabrina. Ja. En dit recente dossier gaat naar mijn bureau, de recovery room. Ah ja, ja, om er te bekomen van de operatie natuurlijk. En om er te slapen, heel lang te slapen. Oh. Dat is nodig, hè, van hier. Oef, zeg, amai, dat is zwaar werk, hè. Oh. Zeg, sympathiek, hè, Carolineke, onze nieuwe collega. En humoristisch ook. Vernietigd. Vuchtje, vuchtje, vuchtje. Nog altijd niet genezen, jong. Sabrina van Nooyer. Dat klopt. Dat dossier moet geseponeerd worden, meneer directeur. Ja, dan zal u me wel een goede reden moeten geven. Die heb ik. We hebben baden een andere kandidaat. Dat weet ik. Ja. Solange Verstraeten en Mireille Puys. Puys, ja. Ja. Puys, is dat uw kandidaat? Ja, ja, mijn kandidaat, ja. Ik kan er niks meer aan doen. Die de Vught is ons toch weer niet voor geweest? Klopt. Maar wie schuilt daarachter dat er zelfs een minister moet wijken? Kan ik u niet zeggen. Zij is benoemd. Ja, dan moet u haar weer afdanken, meneer directeur. Je hebt haar in 5 minuten benoemd, je kunt haar ook in 5 minuten afdanken. Mijn beste vriend, ze staat al op de loonlijst. De maatschappelijke zekerheid is verwittigd. De kas voor bediende pensioenen. Afdanken, dat is een werk van weken en maanden. Luister eens hier, meneer... De Vught. Dus ik zit zonder werk en niet minder dan geen tijd zonder geld. Oh, ja. Ja, allee, zeg, dan met zoveel gestelde ouders. Ach, zeg, bij de die ben ik al lang afgeschreven. Weten we dat ik gedaan heb? Ja, nee. Dat interesseert niemand. Dus. Ja, wel, de senateur wat ons interesseert, zeg, kom vertel. Ja, ik ben in Genk in een groot warenhuis voor robot gaan spelen. Voor robot, Sabrina? Ga je hoe je dat dan moeten doen? Ik ken dat niet. Kijken, hè, mannen? Alsjeblieft, zeg eens. Waar is dat? Sabrina van Ooyen. Die komt Jean de Pesser vervangen. Voor een maand. Niet te geloven. Ik ben Sabrina van Ooyen. Ik u ontmoet op het bal van de STBB2. Ja, ze kan ook dat breken. Klerkske, ken je me niet meer, Jan? Allee, ik heb 12 sambas voor mij staan dansen. En 10 slows. En dan heb je 14 keer om een kus gebedeld. En nu krijg je hem, hè. Proficiat, juffrouw Sabrina. Dat is toch gewoon... Klerkske. Ja, maar ik geloof echt niet dat ik me herinner maar dat jawel. Ik noemde jou Johannes de Doper en je vrouw heeft de hele avond... Ja, ik weet... En dan wil jij mij de hele avond betiteld? Assepoes. Zie je wel? En nu werk ik hier, Jan? Nu werk jij hier, ja. Zou u mij de weg kunnen wijzen, juffrouw? Ik moet bij directeur-generaal Klerks komen. Kan ik best. Ik zal het u tonen. Ik kan hier komen werken voor een maand. Ai! Om iemand te vervangen. Iemand met een ziek kind. Dat heeft hij u zo gezegd? Directeur Klerks, ja. Ik voel het al. Perseken heeft weer geblunderd. Wat zegt u, juffrouw? Oh, niks. Van geen be. Dat is het wat gij doet, meneer De Vught. U iets maar, aanmatigen. Excuseer tijdelijke maar, benoemingen, dat belangt mij aan. Mij, per se. Pas op, Jan, op de keper beschouwt. Geen gekeper, per se, mij. Ja, u ook, ja. Hem ook. Maar u niet. Zeg eens, excuseer, ik probeer toch... Pas op, je kunt nog van geluk spreken dat meneer directeur-generaal op dat bal van de BBC daar zichzelf een beetje... Van dat bal is gromelijk overdreven, per se, door dat meisje. Ja? Ja. Pas op, Jan, daar zat toch iets van aan. Johannes de Grote, Assepoes. Ja, er zal wel iets gebeurd zijn, hè. Want in het begin was het van standen beter batensmaten, maar daar hoor ik toch maar allemaal niks over. Je hebt daar helemaal geen zaken mee, per se, wat daar gebeurd is. Niet veel.
Helemaal niet veel. Niks eigenlijk. Alles binnen de perken, binnen de normen. Beetje whisky, wat vrolijkheid, wat uitgelaten. Trouwens, de Vught. Ik was niet de enige, hè, om met jou, Sabrina, Nee, dat geloof ik best. Ik ken haar, ja. Oh, begin maar al een smoes te verzinnen, per se. Daar zijn ze, alle twee. Oh, ja, goddomme, wat zal ik nu weer moeten uitvinden? Ze verdomme. Ja. Dames. Nee. Dag, Mira, baasje. Oh, is dat die van u, directeur? Een familielid. Oh, een nichtje of zo? En tante, meneer de Vught. Maar pas op, attention. De slijtage van onze casket moet une certaine crédibilité hebben, een zekere credibiliteit. Als het er maar recht uitziet. Voilà. Het moet geloofwaardig zijn. Voilà. We moeten een zekere tijdsverloop respecteren. Zo'n klak dat kan niet op één dag verslaan. Oh, nee. Dan ben ik al op een tijd vooruit. Donc, je propose, ik stel voor, un mois, iemand. Ah, nee, een maand, dus wat de kut. Twee maanden, dat zou ik willen beginnen. Twee maanden, dat vind ik een goed. Kom hier aan, meisje. Hier kunnen wij ook niet praten, kom. Excuseer, die twee leven met hun kop in de wolken. Ja, precies. Zeg, wat kon is? Is dat de voorgangster van die weef? Ja, Mireille, meisje. Enfin, weet je dat niet meer. Ah, wel, dan heeft hem toch een beetje een goede smaak. Oké, punt twee. De klakken zo weinig mogelijk opzetten om ons zo weinig mogelijk belachelijk te maken. Natuurlijk. Behalve op officiële ronden en als de chefs passeren. Oh, ja. Weet je wat dat ook heel goed is? Nee. Gaat de klak altijd in een gebeuren, hè? Ja. En als je ze dan in iets nodig hebt, dan wrijf je over een vuurhoofd. Gelukkig dat je ze zuur komt af te zetten. En dan, hè? Ik denk dat je een koffietje best zult kunnen... Ja, heren. Ja, ik denk dat we beter ergens anders gaan... Heren. Zeg, Bacon. Is dat die plots geworden dat de boze... Daar kom ik op. Enfin, punt drie. Zwijgen. Gelijk dat de gangwachters dat ze goed kunnen. Ja, maar ik zwijg dat ik zweet. Ja, het is ook die enige middel dat je hebt. Bon, wie neemt er contact op met de Lambert-monster? Ja, ik zal daar... Ga en ga. Ja. Bon, dat is afgesproken. Nee, Sabine, okay. Ik kan daar niet langer mee wachten. Va? Oh, we zullen beter ergens anders zijn. Excuseer. Zeg, maar na begin ik daar toch mijn eigen gedachten over te kragen. Hé, mannen? Nee, Filemon. Je bent weer te voorbarig en te naïef geweest, zoals altijd. Naïef, zo? Hoe ga je? Je hebt er weer niet bij nagedacht, hè? Simpel een teddybeer. Een teddybeer, ja. Dat ben ik. Maar alleen voor je, Mira, maasje. Ja, je kan niet altijd winnen, hè? Nee, maar toch zit ik me geweldig dwars. Dat rotzoontje van die rot. Van die senator. Ik zal er dan maar niets aan Hugo over zeggen. Nee, om gods wil. Ik zou het mijn leven lang te horen krijgen. En aan je vrouw ook niet? Aan niemand. Lief in mijn hart, Mira, maasje. Zal ik je altijd blaven... Directeur-generaal. Kom je er nog uit vandaag of blijven jullie wonen? Nee, wij gaan eigenlijk altijd op een... Nee, Sabrina, je moet niet altijd alles zeggen wat in je opkomt. En je moet zeker niet altijd alles doen wat in je opkomt. Materialis? Dat is moeilijk voor mij, jong. Ah, kom, blijf je daar nu in zitten? Ah ja, ik kan een klerksje boven een babbeltje slaan. Ah ja, doe dat. Want dat zal zeker zijn beste dag niet zijn met mij. Dag, Jerry. Oh, dat was... Aspoes. Ja. De Vught. Het zal vandaag jouw beste dag ook niet zijn met mij. Ah, en wel? Wie van de drie is er nu verkozen tot Miss Vierde Verdieping? Ah, het schijnt dat u veel kans maakt, juffrouw Wenges. Ah, eindelijk een jury die mijn charmes weet te appreciëren. Zeg, wat is dat hier? Je mogen het terug hebben. Oh. Ah, dat zijn die ik u... Ah ja. Oh god, dat was dan zo ver, ja. Oh, maar zeg, daar is hem straf in, zijn, hè? Vuchtje. Geschenken, complimenten, uiterlijkheden, de buitenkant. Ja, maar het zijn anders waardevolle geschenken, zeg. Zeg, geld heeft hem genoeg, zo. Maar geen hart. Ja, zo had ik hem ook al getaxeerd. De Vught! Ja?
Ja, 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 ik heb het al begrepen. Ik zal Sabrina op straat gooien en ik zal plaats maken voor de favorieten van de directeur. Pas op, ik was het eerst bij het dienstpersoneel. Van zolang ik hier ben, kan ik alleen maar voor mijn eigen... Ik moet alles voor een ander. Ja, ik zal het wel zeggen, Jean. Tenminste dat ze me de kans geven, Jean. Meer mijn gedeelneming, Jean. En ik is ze een uur geleden gestorven. Eddie? En wij ons maar druk maken om futilitaten. De Jean was zeker... Oh. Dat stond aan te schrijven, hè. Vrouw, dat werd begraven, zit mannetje.